Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij deze tweede video van Hof Bergman. Allereerst, zitten we ook in de schuur zoals je kunt zien. Allereerst wil ik jullie heel bedanken voor alle lieve en eerlijke berichtjes die jullie hebben achtergelaten op de laatste aflevering van Kribbach. En ik weet wat ik kan doen en ik ga mijn best doen. Het komt eigenlijk een beetje op neer dat mijn video's de laatste tijd behoorlijk rommelig zijn. Er zit geen structuur in. Alles moet snel, 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 snel. En dat vinden jullie dan toch een stuk minder. Nou, oké, ik ben hartstikke blij. Nogmaals, dank jullie wel dat jullie dat hebben verteld. En ik ga er zeker aan werken. En ik hoop ook dat jullie natuurlijk lekker blijven kijken. Ondanks dat dit is gebeurd en dat ik jullie gewoon jullie mening heb gevraagd. Want ja, toch, ik zit er toch best mee. Want toen ik vanmorgen naar het werk ging, toen zei ik nog tegen Roze van, ik ben eigenlijk een beetje verdrietig. Nou, en had ik haar dus het verhaal uitgelegd en ja. En toen is die video online gekomen. En toen heb ik dus ook de boel heb ik allemaal op de social media's gezet. Van, goh, willen jullie alsjeblieft eventjes een reactie, willen jullie daarop vertellen? Want ik ben er gewoon verdrietig over. Maar daarentegen ben ik wel heel erg dankbaar. En vind ik het super tof dat jullie gewoon eerlijk zijn geweest in de reacties. En daar kan ik ook zeker wat tegen doen. Dat gedeelte heeft dan met YouTube te maken. Met Twitch ga ik nog wel in Twitch uitleggen. Daarnaast ga ik ook, mocht je de Discord nog niet zijn gejoined, check eventjes het linkje in de beschrijving. Want ik ga, in ieder geval, ik probeer elke week op zondag probeer ik het nieuwe streamschema online te zetten op Discord. Vroeger deed ik altijd elke week, ook op zondag, deed ik een streamschema wat eigenlijk de komende week, dus van maandag tot en met zondag of zaterdag, wat je kon verwachten en of ik wel live ben of niet live ben. En dat het dus dat wat overzichtelijk is. Dus Ik ga daar ook weer oppakken. En ja, vandaag zijn we dus weer terug in Hof Bergman. Ik zal eventjes teruggaan naar de opnames. We zijn weer terug in Hof Bergman. En deze serie wordt dus wel gewoon realistisch. En niet met tenminste zo min mogelijk met het handje, et cetera. Dus rustig spelen, niet met geld goochelen. Lekker rustig spelen. Want dat was dus eigenlijk het grote probleem wat zich voortrad. Daarbij gezegd hebben, nogmaals, dankjewel voor alle lieve berichtjes. En ik hoop gewoon dat het dat er weer een stijgende lijn is. Zowel op YouTube als op Twitch. Ik hoop het. Goed. Dat gezegd hebben, gaan we nu lekker eventjes aan het werk. We zijn natuurlijk op Hof Bergman. Voor de mensen die het niet kennen, Hof Bergman is de map van heden. Waar je allemaal dingen kunt doen. Super tof. De eerste aflevering hebben wij de tuintjes voor elkaar gekregen. Als het goed is, hebben ze nu alles wat ze nodig hebben. We hebben komkommers. We hebben, wat is dit? Cauliflower, dacht ik. Ja, we hebben, dit is dus bloemkool. Komkommers en ui. Dat is natuurlijk fantastisch. Ook zijn de bomen aan de gang. We kunnen deze trouwens ook nog eventjes aan het werk zetten. We kunnen hier sla doen. Laten wij hier alvast eventjes het een en ander mee bezig gaan. Want de auto staat hier nou nog toch. En dan wil ik eigenlijk heel graag de velden vast. Of in ieder geval beginnen met de velden. Dat is een beetje het idee. Als het goed is moet ik aan de, oh. Als het goed is moet ik het aan de onderkant. Als het goed is komt het dan in. Hoop ik. Dacht ik. Gemuze dingen. Ah, jawohl. Dacht ik hoor. Er zit nog 2 liter in. Dus ik ga ervan uit dat het goed is. Er zit hier in ieder geval ook kunstmest in. Dan kunnen we hier aardbeien doen. Dus daar pleuren we aardbeien in. Dat gaat helemaal goed komen. En ja, dit wordt dus gewoon in principe ook gewoon de zoals we dat eigenlijk allemaal, zoals jullie dat heel graag allemaal willen hebben, is dat ik het realistisch ga spelen. Niet constant alles met het handje gaan doen en niet constant alles lopen te goochelen, et cetera, et cetera, et cetera. En ik hoop natuurlijk dat jullie daar nog lekker blijven kijken, uiteraard. Maar dat staat dus in ieder geval op de planning. Is dat ding eigenlijk vol? Ik denk het wel, want er komt niks meer in. Ja, dat gaan we dus vandaag doen. Eerst eventjes deze tuintjes eventjes aan het werk zetten. Ja, dan moeten we 2 gieters moeten we geven. Hoppakee.
En dan gaan we met de velden bezig. En ik zat zelf even te denken, wat misschien leuk is, het kost wel geld. Want we hebben namelijk een mestverspreider. We hebben geen kunstmest strooien, maar we hebben wel een mestverspreider. We hebben namelijk een heel leuk ventrekkertje die we kunnen omgooien naar een platte wagen eigenlijk. En daarmee wil ik dus een paar pallets gaan kopen met mest, zodat wij mest op de velden kunnen gooien. Want we hebben natuurlijk momenteel 2 velden, of 3 velden dacht ik zelfs. Veld 13 hebben we ook. Ik weet niet wat daar op staat. Niks volgens mij. Er staat niks op. Maar veld 6 en 5 hebben we ook. En er moet allemaal mest moet daar op worden gezet. Dus daar gaan we vandaag mee bezig. Eerst wil ik die tuintjes eventjes klaar hebben. En dan gaan we met de velden bezig. Dan gaan we gewoon met die trillen. Voor mij zit hier genoeg water op weer, hè? Ja. Geen ruimte voor water. En dan hier ook. Dan komen de aardbeetjes komen tevoorschijn. En hebben we eigenlijk elk tuintje goed benut. Maar voor mij zijn trouwens de tomaten, die zijn trouwens meer waard als de aardbeien. Dus even gluren. Is dat zo? Tomaten is 14,58 en aardbeien, ja. Dus moeten we zo heel eventjes omgooien naar tomaten. Zo. Die wil ik ook water geven. Dan hoop ik dat ze genoeg hebben. Dan wil ik deze deactiveren en activeren. En als het goed is, heeft alles nu wat ze nodig hebben. Water en... Nou, top! Dan kan dat mooi groeien. En trouwens, volgens mij is het zelfs zo. Ik weet het niet zeker hoor, maar je hebt hier een tuinhuisje. En ik denk... Kijk, hier stond al een kruiwagen en een gieter en een emmer. Dus eigenlijk hadden we dat helemaal niet nodig. Maar dat maakt niet uit. Dat wist ik ook niet. Dan hebben we twee gietertjes. Dat is op zich niet zo heel erg. Maar de tuin is momenteel is eigenlijk zo goed als klaar. Hoeveel zakken kunstmest zouden er nog in zitten? 2, hè? Oké, top. Laat daar heel eventjes het kunstmest eventjes aan de achterkant van de dingen neerleggen. Want dan is de auto namelijk leeg. Dan rijden we die weer terug. En dan pakken we de vent. En dan gaan we een paar pallets met... Hoe heet dat? Een paar pallets... Heb ik nou die deur dicht? Maar nee. Dan gaan we een paar pallets met mest gaan we kopen. En dan pleuren we dat op die trailer. Zodat wij mest kunnen strooien. Kijk, want we hebben hier namelijk een hartstikke mooie vent. Die, als het goed is, kun je die... Voor mij kun je die flappen zelfs dicht doen. Dat vind ik niet zeker. Keep shadow links. Dat is eigenlijk X. Dit object mode hier lossen. Ik denk dat wij naar de winkel moeten om hem dan aan te passen. Dat is op zich niet heel erg. Maar dit is een hartstikke mooi trekkertje om pallets mee op te halen. Ik moet even kijken waar ik ben. Daar ben ik. Kijk, dan gaan we met deze vent gaan we naar de winkel toe. En dan kopen we eens eventjes een paar... Hoe is dat? Een paar mestpallets. Waar ben ik eigenlijk? Ik heb geen idee. Waar ben ik op de boerderij? Waar is de uitgang? Oh, ik moet hier naar rechts. Oké. Kijk, want dan kunnen we dit ding kunnen we namelijk aanpassen. En dan hoop ik dat wij hier gewoon een paar pallets op kwijt kunnen. Die wij nodig hebben voor de... voor het mest. Maar die pallets die zijn 1000 euro per stuk. We hebben momenteel nog geen dieren. Dus dan is het misschien wel een heel goed idee om pallets te kopen. Geen volk. Oké. Let's go naar de winkel. Dan gaan we eventjes aanpassen. Ik denk dat dat zo hoort. Tenzij er een knop voor is. Switch off object mode. Ik weet het niet. Geen idee. We rijden even naar de winkel toe. Zo, hartseflats. Kijk, dan gaan we hier naar links. En dan moeten we even kijken waar we dat ding kunnen aanpassen. Ik denk hier. En dan zit ik even te kijken. Kunnen we hem dan hier aanpassen? Oh, dat is een bak. Oh, wacht even. Heb je daar een apart ding voor, joh? Dat is grappig. Staat er bij diverse? Nee, LSFM Farming Equipment. Daar zit het ook niet tussen. Aanhangwagens.
Helemaal aan het eind. Nee, zit er ook niet bij. Waar zit die ding? Ik zou het me gewoon niet weten. Forkliften, miscellaneous misschien? Diversen? Oh nee, niet verhogen. Waar zit die platte wagen? Want misschien kunnen we de dingen aanpassen. Dat is de vent pack. Dus, oh hier. Kunnen we dit ook plat maken, jongens? Of kunnen we die kleppen open doen of zo? Platform. Ja, kijk. Zo is het, juist. Kijk, die doen we configureren en dan moeten we een platform hebben. Configureren. Dan is die dus nu afgekoppeld en dan kunnen we hier, op deze manier... Op deze manier kunnen we dus hier pallets op kwijt. Dus dat is toch fantastisch. Dan rijden we naar buiten. We rijden naar buiten. Kun je deze rijden of niet? Die kun je rijden. Jung Heinrich Company Property. Habe jawohl. Kijk, dat is ideaal. Mooi. Dus hoeveel pallets hebben we nodig? Is dat Big Bear pallets? Nee. Boxes, consumer. Big Bear pallets. Canola, barley, maize, oats, soybeans, sunflower, straw, fertilizer, mixed pig feed. Of hebben we geen mest? Dat kan, hè? Fertilizer pellet, sugarcane, straw pellet, potato pellet, oat pellet, maize pellet, chaff, canola, barley, diesel uitlaatvloeistof, suikerriet, populieren. Dit is kali, onkruidverdelger. Nee, dat is er niet. Ik dacht dat hier pellets met dingen zat. Niet dus. Maar dan weet ik wel iets anders. Dan rijden we terug en doen we het op een andere manier. Zo, dan doen we het namelijk op een andere manier. Ik heb €500 betaald voor die kruiwagen. En dan kunnen we op die manier kunnen wij mest kopen. Ik moet heel even kijken, want ik ben net hartstikke dom geweest. Die vent waar die stond, die vent die staat in dit gebouwtje. Toch? Ja, die staat in dit gebouwtje. Maar ik deed dus die deur open en toen zag ik... Hey, maar dat is de andere kant van dit gebouw. Oh, dus ik zat toch wel goed. Alleen ik kwam net vanaf de verkeerde kant. Dus dan pakken we die eens eventjes. Kijk, en dan kunnen wij het hier kunnen we het bijvullen. Op deze manier. Zodra wij zelf mest hebben, dan kunnen we het op die manier natuurlijk op de velden gooien. Maar momenteel moeten we het heel eventjes op deze manier doen. En dan beginnen we denk ik eerst met veld 6. Er gaat 9000 liter in, dus het zal wel een paar keer in de weer rijden zijn. Het ligt eraan natuurlijk de hoeveelheid, de consumptie ervan. Daar ligt er natuurlijk ook heel erg aan. Maar ik ga ervan uit dat het wel goed gaat. Dus we rijden hier het erf af. Ja. En dan beginnen we wel met veld 5, omdat die nou toch hier ligt. Dus dan doen we de klep los. Er zit hier geen GPS op. Dat hoeft op zich ook niet. Het lijkt wel of dit is gezaaid, joh. Maar dat zal wel niet. Je moet even wennen aan de werkbreedte. En dan gaan we gewoon de velden bemesten met vaste mest. Dan gaat het helemaal goed komen. Dus daar kunnen we wel eventjes een mooie timelapse van maken misschien. Dus ik zou zeggen... Ik doe die uit. En ik doe deze uit. Oh, ik doe die uit. En dan zeg ik geniet van de timelapse.
Alrighty then. Nou, dat is in ieder geval het veld volledig bemest. Het is nou 7 over 3. Ik zit even te denken, want we hebben natuurlijk nou wel seizoensgroei aan. Dus die kunnen we altijd nog uitzetten. Maar momenteel kunnen wij koolzaad inzaaien. Nou, dat is op zich is dat een idee. Wat ik namelijk graag wil doen, dat is wel eventjes belangrijk. Want als wij deze afkoppelen, dan kunnen wij de zaaimachine aankoppelen. Want ik denk dat deze vent meer pk heeft als de andere twee. Hoe werd het ook alweer? Kleine trekkers. Deze heeft 142 pk en de John Deere heeft 175 pk. En de Massie heeft 170 pk. Dus eigenlijk moeten we dus een van die twee trekkers gebruiken. Nou, dat is op zich geen probleem. Want dan kunnen we dan toch met de kleine vent, deze, rijden we toch even naar de winkel toe. Want we hebben natuurlijk kippen. En die kippen hebben we ook eerder nodig. Dat is misschien nog wel eens handig. We kunnen trouwens ook kwekenen doen, hè. Dat is misschien ook wel leuk. Even kijken, want je hebt geen foutje of geen mannetje. Does provide you with eggs that can sell at point of sale or process further in your productions. Dus je hebt geen mannetjeshaan nodig eigenlijk, hè. A rooster is the boss in the chicken pen and takes care of your chickens. An adult chicken can be sold or used to produce eggs. Small chicken chicks can grow into adult chickens. These can then be sold or used to lay eggs. Dus misschien is het leuker om kwekenen te nemen. Gewoon omdat het kan. Dus laten wij dan toch deze allemaal verkopen. Want kippen die kun je namelijk niet in een... hoe heet het? In een veewagen doen. Dat is best jammer. Maar ik wil heel graag... wil ik kwekenen. Dus als wij 20 kwekenen kopen... Ja! Eenden! Jouwe! Wat we dan namelijk kunnen doen is sowieso eventjes een pallet met eten. Want ik denk dat ze graan nodig hebben inderdaad. Chicken Coop Farm. Ik weet niet hoeveel Chicken Coop Farms je in kan. Kunnen we dat eigenlijk zien? Ik denk het niet. Dat zit denk ik allemaal standaard in de map. Denk ik. Dieren. Kippen. Nee, ik weet niet hoeveel kwekken hierin kunnen. Staat er verder ook mee. Maakt op zich ook niet uit. We hebben hier wel een kruiwagen. En dat is op zich wel heel erg handig. Want als wij namelijk een paar zakken kopen. Of in ieder geval een pallet. Dan hoop ik dat wij de kruiwagen naast de pallet kunnen pleuren. En dat we dat ding kunnen vullen. Zodat wij de kwekken met de kruiwagen kunnen vullen. Laten we dat doen. Want we moeten ook wat zaadpallets hebben. Dus laten we naar de winkel rijden. Dan kopen we een paar zaadpallets. En... ik denk 2 of 3 pallets met graan. Zodat in ieder geval de kwekenden wat eten hebben. Zo. Kijk. Zijn dat nou laad... is dat nou een laadpaal? Of is dit een dieselapparaat? Air. Want er staat hier namelijk al een pallet-pelletwagen. Dus dat is hartstikke mooi. Laten wij in ieder geval even zaden kopen. Die zijn €950. Ik wil sowieso natuurlijk, want dit is een mokkertje zwaar. Dus ik hoop dat die vent er aan kan. Daar ga ik wel vanuit. Chicken feed pallet. Ja, we kunnen die doen. Chicken feed pallet. En zaden hebben we ook nodig. Laten wij allereerst even... laten wij 2 chicken feed pallets kopen. Zo'n 4 ton per stuk. Ik hoop dat die vent dat aan kan. Dan kopen we die en dan kopen we... even kijken, wat is handig? Hier staat denk ik geen zaad tussen, hè? Varkensvoerhaven, tarwe, twine... nee. Dan kopen we die pallet met zaad. En dan kopen we er daar de... vijf van? Hoeveel zit ik nou? Dus ik wil er nog eentje bij kopen. Oké, laten we eens even kijken of dat ding dat kan. Hoppakee. Nou. Let's go. Dan moeten we eerst... die hebben.
Dit is het voer. Of is het handiger om eerst het zaad op te pakken? Laten we eerst het zaad oppakken. Zet we dit even hier neer. Zo, dan pakken we eerst even het zaad op. Dan zetten we dat op de trekker en daar bovenop doen we de, hoe heet dit? Doen we het voer. Zo. Kijk. Dan doen we het op deze manier. Ik hoop dat wij aan het einde kunnen komen. Nee, maar we kunnen wel een tikje geven, toch? Ja, vast wel. Kijk, dan drukken we het gewoon ietsjes die kant op. Niet te ver. Kijk, dan staat die op zijn plek. We kunnen die vier als onderlaag gebruiken. Doen. Ik hoop dat het goed gaat. We kunnen hem nog ietsjes aandrukken, denk ik wel. Zo. En dan doen we de drie andere pallets doen we ernaast. En dan doen we het voer. Doen we er bovenop. Dan ben ik alleen wel bang. Dat als wij onze minishovel pakken. Dat die niet. De. Het voer aan kan, als ik heel eerlijk ben. Ik weet niet of dat zo is. Ik kan het ook verkeerd hebben. Misschien dat dat wel wil. Zou kunnen. Maar. Doe het op deze manier. Kijk, en dat was dus ook een van de puntjes waar jullie het over hadden. Dat ik alles met het handje doe. Dus ik wil dat ook gaan verminderen. Want ja, alles staat hier gewoon. Sowieso op deze map staat alles hier gewoon al klaar. Er staat al een palletvork staat al klaar om te gebruiken. Als je de map start, dan staat dat allemaal al klaar. En dat is natuurlijk wel fantastisch natuurlijk. Zo. Hoppakee. Nou, de laatste pallet met zaad. En dan het voer voor de kwakeenden. Zo. Oh, pas op dat ik ze niet aftik. Kijk, dan kunnen we deze als ondergrond doen. En dan doen we die er bovenop. En dan moeten we, als we thuis zijn, moeten we eventjes de mini shovel gebruiken. Oh, het zit niet helemaal goed op de lepels. De mini shovel gebruiken om ze eraf te tillen. En ik denk dat dat niet goed gaat. Want deze pallets die zijn mokertje zwaar. Ik hoop dat die vent zo meteen nog vooruit te branden is. Vast wel, want hij drukt het. Hij trekt het niet, maar hij drukt het. Dus ik ga ervan uit dat het goed gaat. En dan is er nog bovenop, jongens. En dan zie ik jullie zo meteen op de boerderij. Om, ja, die zaadpellets, die kunnen er wel op blijven. Die kunnen mooi aan de zijkant van het veld zetten. Als de zaaimachine leeg is. Nice! Zet het eens hier neer. Hoppakee. Vastklemmen die zooi. Nou. Zwaailampje aan. Oeh, ja, ik moet wel oppassen met bochtjes maken. Dat zie ik al wel. Kom goed. Ik zie jullie op de boerderij. We zijn aangekomen. Zoals jullie kunnen zien heb ik ook een palletvork meegenomen. Want die moet natuurlijk ook getild worden. Want we hadden nog geen palletvork namelijk. We hebben hier de chef, hè. Ik hoop dat die zo ver komt, joh. En ik denk, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat de chef het niet aan kan. Misschien dat het wat hoger is. Maar dat zal wel niet. Maar ik denk dat de pallets te zwaar zijn voor de chef. Maar we hebben verder niks anders, dus dat is wel een probleem. Komt hij zo hoog? Nou. Ja, hij komt zo hoog. Oké. Okay. Die even losmaken. Dan drukken we op Q. Dan zit die eraan vast. En nou de moment of the truth. Hoe reageert de chef op zo'n zware pallet? Iets lager alsjeblieft. Ik kan het heel slecht zien. Stop! Ik kan het heel slecht zien.
Wacht even, ik sta daar denk ik niet recht genoeg voor. Even kijken. Ja. Ik doe het ook weer van de meest onlogische zijde, hè. Ja, ik denk zelf dat die inderdaad, dat die pellen... Die pellen die wegen ook echt ongelooflijk veel. Dat klopt. Laten we het even los. En doe het even vanaf de andere kant. Dan kunnen we er iets beter bij. Maar ik denk dat de chef het te zwaar heeft. Dus dan moeten we eigenlijk investeren in een grotere shovel. Die wat meer... die wat meer kan tillen. Ja, kijk. Dat gaat hem niet worden. Oh! 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 Ik denk dat deze te zwaar is. Zou het? Ja, ik denk dat dit te zwaar is. Hebben wij nog een grotere shovel of iets? En hoe duur is dat, Kreng? Maar dat is wel even belangrijk. Een forklift was trouwens wel handig geweest. Dit is trouwens ook niet zo heel duur. Dit ding voor op de boerderij. Dat is op zich wel een idee. Verrekers is natuurlijk het mooist. Om die op de boerderij te hebben. Maar die zijn echt mokertje duur. En zo'n elektrische. Daar gaan we ook groen. En een wielladen. Ja, we hebben dit oude ding natuurlijk ook nog. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Oké, dat is wel eventjes een dingetje, jongens. Ik zou het niet met het handje doen, ik weet het. Maar omdat we nu momenteel eventjes niet bezitten in een grotere machine, waar we zo snel mogelijk naartoe gaan, dan gebruiken we het handje ook niet. Maar dan kunnen we in ieder geval even deze hier neerzetten bovenop elkaar. Maar dat was ook al wel te verwachten, hoor. En dan zetten we deze even de rechts bovenop. En dan zetten we het handje eruit. En dan kunnen we namelijk deze. Zo. Dan kunnen we deze namelijk aan de zijkant van het veld neerzetten. Als wij de volgende keer gaan inzaaien. Dus dan zet ik die daar even neer. We kunnen er net overheen kijken. En dan gaan we even met de kruiwagen even de kwak in de eer te geven. Ik denk dat we de kwakken in een hartstikke blij zijn. Ja, dit is wel jammer van het eten. Want ik weet, die hebben ze water nodig, die beesten? Ja, ze hebben water nodig. En ik weet dat we zo'n karretje hebben. Ik weet alleen niet waar die is. Waar staat die fiets eigenlijk? Maar dan doen we dat nog eventjes. Nee, niet hier. Niet hier. Niet hier. Er is namelijk een fiets en volgens mij... Zit daar ook dat waterkarretje bij? Dacht ik. Nee, dat waterkarretje is niet hier. Waar zit die trolley? We hebben namelijk zo'n trolleyapparaat. Nee, hier ook niet. Kijk, we hebben namelijk... Ik zal jullie het even laten zien. We hebben namelijk dit karretje. En met dit karretje kun je 500 liter water transporteren. Maar dan moeten we alleen even kijken waar dat ding zich bevindt. Want dan kunnen we de kwakken in de eten of de drinken geven. Maar ik kan het wel weggeven op de map. Maar op de een of andere manier werkt dat niet. Nee. Die. Op kaart weggeven. Want ik knip het niet iets of wat dan ook. Squarebill storage. Ja. Dat is de vent. Roundwheel storage. Bicycle trailer. Oh, hier daar staat hij. Hij knipt het wel. Laat ik die nog even ophalen. Kijk, nou ziet die lichtbeam wel. Dus hij zit hier achter. Als het goed is. Kom goed, ik ga hem ophalen. Kijk, hier hebben we ons karretje. En met dit karretje kunnen we ze water geven. Dus ik ga ervan uit dat dat dan ook werkt. En ik hoop dat deze speelstijl, hoe ik het nou doe, dat jullie gelukkig wel bevalt. Hoop ik. Dan moet ik eerst die klep los doen. Kijk, dan kunnen we dit ding bijvullen met water. En dan ga ik ervan uit dat we dat kunnen doen. Kijk, je hebt zelfs de aantal liters kunnen zelfs opzien. Klep dicht. Zo. En kunnen we dat dan hier doen?
Ja hoor, dat kan. Iets naar achteren. Hey, de kwak in, ik krijg eten. Ik heb alleen wel voer in u eerder geflikken. Dat is ook niet wel de bedoeling. 200 liter water is voldoende. Dus dat is mooi. Dan zetten we het kaartje hier neer en dan... we call it a day. Dus ik hoop dat deze speelstijl, hoe ik het nou heb gedaan, jongens, wat jullie toch wel vader lekker rustig, niet goochelen met geld, realistisch. De pallets hier naartoe brengen, behalve natuurlijk dat ik de pallets van hier naar hier heb getild. Maar dat moest even, omdat we natuurlijk niet de goede equipment momenteel hebben. Dus laat even jullie reacties weer in de reactie, wat jullie van deze speelstijl vinden. Hopelijk hebben jullie genoten. Als het zo is, zou ik super tof vinden als jullie eventjes een like zou willen knallen. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm!